Nou, ik zit hier in de auto te wachten op Ina. Ina is even bij het Sea Aquarium. Wij willen met dolfijnen zwemmen en wij willen toch even weten of je al entree moet betalen om in het park te komen. Wat de vorige keer wel het geval was. Toen hadden we het fotoapparatuur niet bij ons, of in ieder geval niet alles. Dat willen we niet weer hebben, dus we gaan even voorzorgsmaatregelen nemen. Dus ja, autootje rijdt dus prima. Het is een Kia. En een eindje achter ons, daar bevinden de buggies. Gaan we straks ook even kijken om dat eventueel morgen al te gaan reserveren. Dat is een tocht van 3 uur. Dat is ook fantastisch. In ieder geval 2 jaar terug was het heel erg fantastisch. Dus dat zou nu ook wel weer het geval zijn. Aircootje staat aan. Best uit te houden. Buiten is het ontzettend warm. We zijn nog even, toen we de auto net hadden, zijn we direct even een beetje de binnenlanden ingedoken. En om ook even wat plekjes voor te snorkelen te vinden. Wat ons aangeraden werd om daar eens heen te rijden. Nou, er zijn maar diverse weggetjes ingeschoten om maar even te kijken van hoe mooi het allemaal is. Toen kregen we even een fikse bui over ons heen. Nou ja, goed, we zaten in de auto, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het is nu even wachten op Ina, tot hij weer terugkomt. En dan gaan we waarschijnlijk nog even richting Poenda, oftewel Willemstad. Niet om daar nog te gaan lopen, want het is nu hier 4:30. Dus 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30. Bij jullie is het 9:30. Maar goed, als jullie het filmpje zien, is het natuurlijk alweer een hele andere tijd. Verder, temperatuur. Of nou regent of niet regent, het is hier altijd ontzettend lekker warm. We hebben vanmorgen even heerlijk bij het zwembad gelegen. En Ina komt er ook weer aan. En dan is het, als die zon schijnt, dan is het zo ontzettend warm, dan brand je gewoon weg. Dan wil je maar één ding, dat is het water in. Wij gaan zo weer verder rijden. Ina komt weer aan huppelen, dus we zullen zien of we één deze dagen met dolfijnen kunnen zwemmen. En als dat gebeurt, hoop ik dat ik mijn GoPro mee mag nemen. Ja, en dan wordt het natuurlijk geweldig. Ik zie jullie later. Na een ritje in de auto, die dus... zijn weer terug in het huisje. Wij hebben besproken. Nou, nog geen dolfijnen gebeuren, want Ina die ging dus alleen er even heen. Ze kon wel reserveren voor donderdag. Alleen dan had ze direct moeten betalen en ze had de portemonnee niet bij zich, want die heb ik. Wat we wel hebben besproken is de buggy tour. Dat is een tour van pakkenbeet 2,5 uur. Dat gaan wij dus donderdag doen, 12:30. Gaan wij in de buggy en gaan we op tour. En als dat net zo mooi wordt als 2 jaar terug, dan wordt er weer een lachen, gieren, brullen. Uiteraard gaat dan het fototoestel ook mee. De GoPro die komt weer op de buggy. En Ina vroeg nog van, goh, gaan we ook de heuvels in? Dus ik achter Ina tegen die vent van... Want als Ina denkt van dat we de heuvels in gaan, dan gaat ze niet mee. En ik weet zeker dat zij dit ook leuk vindt. Goed, het is nu pak beet 4:00, 4:30, whatever. En we gaan vanavond, dat zou pas om 7:30, 8:30, gaan we fonduen. Dat gaat gewoon gebeuren op het resort. Daar hoeven wij zelf niet voor te zorgen. Wat ik al heb gezegd. Het is weer hartstikke mooi weer. En ja, december en de bloemetjes zijn in volle bloei. Wat gaan wij morgen doen? We hebben eigenlijk geen plannen. Er kunnen 2 dingen zijn. Of we gaan naar Willemstad. Of we gaan toch naar het strand. Dat ligt er maar helemaal aan hoe de stemming is. Dus we kunnen alle kanten op. We hebben nu een auto, dus vrijheid, blijheid. Ik wil toch nog even richting wat hier vlak bij het huis is. En dan zou je eigenlijk daar moeten zitten. Maar goed, je kan niet alles hebben. Het huisje achter mij. Ik ga door de straat over, in richtingsverkeer trouwens. En als je daar zit, dan heb je toch wel een heel mooi uitzicht.
kijk je mooi over de zee uit. Andere kant. Het plaatsje Jantiel. Ik wist niet eens dat het Jantiel heet, maar zo heet het plaatsje dus daadwerkelijk. En nou, daar zijn wij dus ja, ook die kant op gegaan, want daar moet een van de snorkelplekken zijn wat ontzettend mooi is. Nou, die hebben we ook wel gevonden. Een marineschip, heb ik allemaal op de foto gezet. Die zullen we ongetwijfeld via Facebook verschijnen en anders thuis voor de buis. Verder, ja, wat heb ik verder nog te melden? Eigenlijk helemaal niks. Als we hier binnen zijn, is het toch weer heel cool. En dankzij de airco. Dus ik ga straks dit filmpje even monteren en jullie zien hem dan nu. Ik was nog één ding vergeten. Ine was natuurlijk ziek. En iedereen was zeer bezorgd, et cetera. Heel leuk. Maar ook Ina is weer helemaal fit. Helemaal fit. Dus... Oh, gelukkig wel. Ik ben hartstikke ziek. Maar ja, zou wel. Ja. Goed. We gaan naar de computer monteren.